circuit Assen is renowned. Dag dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Een half uurtje nog te gaan en dan begint de eerste Bavaria Dutch Champ Car Grand Prix hier in Assen. Jimmy, wat gaan we allemaal zien? Nou, natuurlijk de race, maar we gaan straks ook even kijken naar de trainingen van gisteren en van vrijdag. En we hebben vragen Jack. En we gaan eerst even kijken terug naar Zolder van vorige week, want daar hadden we een heel gelukkige prijswinnaar. Daar staat hij dan, onze geluksvogel. Ik pakte vanmorgen mijn telefoon en ik belde met... Elmer. Ik werd gebeld, ja. Jij was hier, hè? Ik was hier, maar gewoon bezoek. En ik had niet verwacht dat het zou gaan gebeuren. Het gaat gebeuren. Ze rijden nu rond. Ik moet officieel nog even de antwoord geven natuurlijk voor de mensen thuis. Wie was het en welk jaar? Mensel. 93. Nou, superman. Ja, sorry. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent net gekeurd. Mag je mee? Ik mag mee. Welk nummer heb je? Ik heb nummer 35, twee sms'jes. Hoe lang moet je nog wachten? Nog 4 rondjes in ieder geval, dus dat duurt nog even. We gaan met je mee wachten. Dankjewel. Er zijn nog meer gelukkige mensen. Ja, jij bent nummer 33, waarom mag jij mee? Ik ben lid van de Robert Doornbos fanclub en ik heb een prijsvraag gewonnen. En dat was, moest je nog een prijsvraag? Wat moest je beantwoorden? Wat voor vraag? Ik moest mijn adresgegevens opsturen. Zo, en die wist je? Ja, die had ik goed. Moest je nog even een telefoonboek kijken of wist je het vanuit jou? Nee, ging in één keer goed. De postcode ook? Ja, die zelfs ook. Oké, waarom ben je fan van Robert? Ja, waarom niet? Ik bedoel, dat is een van de beste coureurs van Nederland. Ik bedoel, nou, Jos Verstappen en de enige actieve goede coureur. Maakt het jou wat uit of hij in de Formule 1 rijdt als hij maar succesvol is? Maakt jou niet uit, Formule 1, Champ Car, waar dan ook? Nee, succesvol is altijd goed. Of het nou Champ Car is, of A1 of Formule 1, dat maakt allemaal niet uit. Het is maar een mooie sport oplevert. Heb je al een beetje een droge mond? Ontzettend. En honger, want ik heb niks gegeten. Want... Moet je ook niet doen hoor, want nee, dat komt eruit. Ja, daar was ik al bang voor. Wat lijkt je het mooiste om naar achterin te zitten? Waar kijk je het meest naar uit? Met de acceleratie en het remmen. Dat schijnt het meest indrukwekkende te zijn en dat is iets waar ik bang voor ben, maar ook waar het meest naar uitzie. Jack, you can stage it in that one later if you want, all right? Onwerkelijk. Onwerkelijk. Daarom rijden ook maar 20 mensen in de wereld Formule 1, denk ik. Erg gezellig hier in Assen, maar natuurlijk werd er ook gereisd en getraind. We gaan heel even kijken naar de beelden.